Ik ben Linda Wind. Ik ben teamleider crediteuren bij de gemeente Amsterdam. Ik ben begonnen in de kantine bij parkeerbeheer via een cateringbedrijf. Toen kwam er een functie vrij, wielklimmen zetten en daar heb ik op gesolliciteerd. Na anderhalf jaar kon ik bij de administratie terecht. Bij de planning heb ik me opgewerkt van junior naar senior naar teamleider. Toen heb ik mijn HBO bedrijfskunde gedaan. En dat is helemaal bekostigd door de gemeente Amsterdam. Toen kwam de functie teamleider crediteuren en daar heb ik op gesolliciteerd en aangenomen. En dat is de plek waar ik nu nog steeds zit. Ik heb geen moment gehad dat ik zeg van ik moet ergens anders naartoe of ik heb het niet meer naar mijn zin. Of elk moment dat je dacht van nou alles gaat op de automatische piloot, dan gebeurde er wel weer wat. Want het is vrij dynamisch binnen Amsterdam. Wat ik het leukste vind aan mijn werk is met mensen omgaan. Zorgen dat de mensen in hun kracht gezet worden. Het coachen van mensen. Maar ook zorgen dat mensen ook uitstromen en doorstromen naar hogere functies. Dat vind ik heel leuk als me dat lukt. Nou, als je iets binnen de gemeente Amsterdam wil bereiken, dan zijn er heel veel mogelijkheden om je te scholen. Het kan via workshops, het kan via cursussen, maar het kan ook uitgebreide opleidingen zijn. Als je twijfelt om te solliciteren bij de gemeente Amsterdam, zou ik zeggen, gewoon doen. Het is een fantastisch leuke werkgever. Er zijn heel veel opleidingsmogelijkheden intern. Er zijn heel veel diverse functies binnen de gemeente. Je zit nooit vast aan één functie. Ik zou zeggen, pak de regie.